Ik ga vandaag iets doen wat ik echt niet leuk vind. Het is heel lekker, maar niet. Ja, maar mijn vriend is, ja, mijn kleine. Oh, maar Chris thuis. Zo, hij is echt zo'n huilebal. Goedemorgen, het is dinsdag. En ik heb net even de boodschapjes gehaald waar ik gisteren op misgreep. Nu lekker op de fiets naar huis. Ik moet zeggen, op dit asfalt, ik denk dat jullie ook het verschil merken. Fiets wel echt heel lekker. Echt, er zit geen bobbeltje in. Dus je glijdt over de weg. Dus dat vind ik echt fantastisch. Alleen maken ze er nu weer allemaal drempels in. Dus het verkeer gaat er iets minder soepel heen. Maar goed, ik klaag niet. Het zonnetje schijnt, het regent niet. Het zou vandaag buiten de verwachtingen toch minder gaan regenen uiteindelijk. Dus daar ben ik echt wel blij mee. Dus alleen ja, rond etenstijd geloof ik dat er echt kans op regen is. Maar overdag niet. En precies vandaag hoef ik niet heel veel de deur uit. Maar goed, we houden het glas half vol. Ik fietste net naar huis en toen kwam ik de opzichter tegen die de weg aan het regelen is hier, de doorgaande weg. En het oversteekpunt waar wij 's ochtends overheen lopen altijd, dat, daar wordt echt enorm hard gereden en daar is geen zebra. Dus daar heb ik het over gehad. De zebra's zitten best wel ver lopen. De ene kant op 400, de andere kant op 500 meter. Maar als je dat loopt, moet je dat natuurlijk ook teruglopen als je naar een zebrapad wil. Dus, nou, daarover gehad. En hij zei ook met kijken van, ja, inderdaad, daar heb je wel een goed punt. Want ja, op onze tekeningen lijkt het of hier niks zit, maar het is inderdaad wel de logische weg voor heel veel woningen om naar de scholen te gaan. Dus ik ga daar een mail over sturen nu, als ik het kan vinden. Hij gaat daar tegelijkertijd ook even over bellen, naar degene die het vanuit de gemeente regelt. En dan gaan we kijken of we daar een zebra kunnen maken. Want ze gaan vrijdag belijnen, dus in ieder geval als het weer mee zit, dan gaan ze daar belijnen. Van ruimte. Waarom staat hier? Oh. Nou, er staat van alles bij, maar geen verkeer. Nou goed, maakt niet uit, dan kies ik deze. Oh, wacht, misschien staat hier zelfs bij. Nee. Oh, wegwerkzaamheden kies ik dan maar. Sommige staan er wel gewoon bij. Ik ga even wel even dat bericht sturen en dan kijken of ik daar wat mee kan doen. En nu heb ik lekker deze broodjes met ham. En ik heb deze smoothie gehaald. Ik ga vandaag iets doen wat ik echt niet leuk vind. Maar ik ga mijn oude hakken wegdoen. Deze die kunnen echt niet meer. Ze zijn echt op. En die wil ik echt niet wegdoen. Maar ja, soms is op gewoon op. En deze, die van Editen, die heb ik echt heel vaak gedragen. Maar ik heb een smalle voet en zijn te wijd geworden. Dus ja, daar kan ik niet heel veel meer mee. En het is nu toch geen weer meer ervoor. Dus. Zo, dan schrijf ik deze weer even wat uit. Alleen nu moet ik de dozen erbij gaan vinden. En dat gaat ook nog wel een dingetje zijn. Want ik heb dozen bovenop staan en dozen in de kast. Ik bewaar altijd de dozen bij schoenen die ik heb. Maar ik heb heel veel dozen in dozen in dozen. En nu moet ik dus die dozen vinden. Want ik heb geen zin om die te bewaren als ik de schoenen niet meer heb.
Oké, ze liggen er dus helaas niet boven. Dus nu moet ik achter mijn schotten gaan kijken. En daar was ik al bang voor. Maar goed, als ik het niet doe, dan loopt het helemaal vol. Ik heb echt veel schoenendozen. Omdat ik echt letterlijk van elk paar nog de doos heb. Trouwens, van Marco's schoenen hebben we dat eigenlijk ook allemaal. Dus ja. Eens even kijken hoe ik dit ga doen. Ik heb ze gevonden. En daar ben ik blij om. En ik ga nog even veel meer uitzoeken uit mijn kast. En even kijken welke dingen allemaal niet goed zijn. Net als die sandalen. Ga ik gelijk even Sarah de spullen doorlopen. Er zijn altijd zoveel dingen in huis die dan geflekt zijn of kapot of wat dan ook. En dat wil ik allemaal weg. Ik heb weer een scooter in mijn kop, dus het moet nu. Dus ik ga een grote zak pakken en die ga ik vullen met alles wat ik kan vinden wat gewoon weg moet. Nou, hele zak gevuld. Die ga ik zo gelijk meenemen als ik ze erop ga halen. Ik heb de grote zak achterin staan. Zij heeft eerst afspraak weer, want het is dinsdag. Dus dat brengt erheen. Ga ik weer even langs mijn broertje. Oh, oké, dankjewel. Het is heel lekker, maar niet. Ja, maar mijn kleine vriend is jarig. Hij is 7 jaar geboren. Ja, dat is leuk. Hij is 29 september. Ja, hij is de jarige, joh. Ja. Dan zie je hem gelijk fietsen ook als je het over hebt. Dat is wel grappig. Ja. En mama... En op de terugweg gaan we die zak wegbrengen. Ja, en ik was die juffie lief aan het helpen. Ja, je was heel laat buiten, maar het was wel heel lief. Maar ik stond gezellig met jullie nog te kletsen. Dus ik vond het niet heel erg. En Noah ging kijken of Lieve er nog was. Voor haar jas. Noah ging ook kijken of jij er nog was. En vragen of je eraan kwam dat we weg moesten. Ik mag niet naar binnen natuurlijk. Dus daarom had ik het Noah gevraagd, want die mag wel naar binnen. We moeten wel echt aan die zak denken hoor, want anders rijden we met zo'n zakken rond. Wij hebben net gegeten en we gaan Memory spelen. In ieder geval Sarah en ik. Marco die is nog steeds heel druk en eet elke keer op werk. Maar ben je ze netjes aan het neerleggen, schat? Je doet het echt keurig. Kijk, Sarah is echt aan het proberen te doen. Nou, het laatste stukje gedaan net iets minder netjes. Je was ze zo netjes aan het doen. En wie gaat er winnen? Ik denk ik. Oh, jij bent meestal wel goed in memory tegenwoordig. Weet je wat ik denk? Wij allebei. Zo zit het naast leggen, want dan hebben we een iets makkelijker vlak om mee te spelen. Hey. Hi, liefie. Hi. Wil jij beginnen? Ja. Oké, draai maar om. Wat ga je doen? Ik wil even steeds doen. Dus even zo, even het vlak anders leggen. Ja, je komt nooit helemaal uit, maar het zou ik wel ergens eronder, want dan onthoud je het ook makkelijker. Dus als je de, ja. Die? Staat met... Bokito. Hey! Als je dat 3 keer achter elkaar doet, dan geloof ik je natuurlijk niet meer. Kijk, hè. Je valspeler. Ja. Dit heb jij... Deze wel dit. Oh. Sarah is een valspeler. Nee. Dit kan niet. Oh. Boef. Je bent een boef. Nee, ik heb... Nee. Waarom? Nou, die heb je er net... Nou... Ik weet het niet. Nee. Ja, jij weet ze allemaal zo goed en ze liggen ook allemaal... Oh, die is dan fout. Je denkt, doe alleen de eerste rij, want ik kan mama niks zeggen. Ik heb niet eens meer gekeken welke het is. Dat is de vogel en de eekhoorn. Ga eens kijken. Als ik dit doe. Haha. Die heb ik nu ook. Nu heb ik die ook. Oh, die dan niet. Ja, dat wist jij natuurlijk al. Die denk je dat die goed is? Welke denk je dat ik ga nemen? Ik weet het niet. De goeie. Het stomme is dat ik zo afgeleid was dat ik nou eigenlijk bijna vergeten ben wat was. Het zou wel grappig zijn als je zo vals speelt. En dat daardoor juist niet meer weet.
Nou. Oeh, die hadden we gezien. Maar waar was die? Ja, die heb je echt, echt gewonnen. Je bent echt een boef, jij. Oh, dus ik weer niet kijken dat je ze verschuift. Nou, draai wat om. Nu weet ik niks meer waar het ligt. Welke zal ik nemen? Zal ik deze nemen? Ja, ik wist er net waar die ander lag, maar misschien is dat die wel. Nee, ik heb hem niet verdraaid. Open maar. Nee. De beer die je vis tegen zijn hoofd krijgt. Kijk, die wist ik nog. Oeh. Kijk of jij het nu weet. Oh, welke moet ik erbij nemen? Help! Ja, jij hebt ze allemaal zo gelegd. Wie ja. Was het? Niet. Die was... Nou, je moet toch echt even draaien. Oh, ik kan niet kiezen. Ja, welke denk je dat het is? Je hebt hem nog ook! Nou. Nou, draaien. Het is aan de ene kant wel een goede tactiek, want daardoor zit ik nog zo in wat jij allemaal deed, dat ik de helft vergeet. Wat? Ja. Nee, wat? Nou, nee, je staat heel erg voor door je vals spelen. Jij mag één kiezen. Nee? Mij. Nee? Welke oh, dan kies ik die. Ik zou oh. Deze kiezen. Ja. En ik had er nog eens goed. Oeh. Is dat deze, denk jij? Ik weet het niet meer. Je moet toch echt... Nee, nee. Als je nee, ik kan het niet. Welke, vinger eraf. Welke je aanraakt, moet je openen. Oeh. Ja, nou heb ik natuurlijk deze allemaal. Kijk maar. Maar alsnog, mevrouw vals spelen. Kijk eens. Zit ik er niet heel veel naast. Oké, we gaan tellen. Eén... Twee. Gewoon per setje. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, valspeler. Nu ga ik leggen. Nu ga ik leggen. Nee, ik. Nee, kijk, dan doen we zo. Draaien we ze om. Mama. En dan gaan we gewoon zo doen. Husselen. Dan gaan we een echt potje spelen. Oh, ik dacht echt als ik een lampje achter me heb, heb ik zoveel tegenlicht dat je me helemaal niet meer ziet. Maar het valt eigenlijk best wel mee. Misschien als ik zo doe. Maar zo is het goed te doen. Denise was hier net nog, maar mijn batterij was leeg, dus mijn camera lag op te laden. En het was heel gezellig. Ik heb zo gelachen. We hadden een gesprek en, over een film. En op een gegeven moment, Marco komt thuis. En Denise zegt, oh, Marco is thuis. En daarna gaat ze dus verder over die acteur in die film. Zo, hij is echt zo'n huilevalk. Maar ja, Marco kwam dus binnen en die hoorde alleen maar, oh, Marco is thuis. Zo, hij is echt zo'n huilevalk. Het was zo grappig. Maar ik denk dat je erbij ook moet zijn. Ik heb nog even tegengezet. En ik ben al de boel verder een beetje aan het opruimen. Oh, en ik ga denk ik niet redden om op tijd naar mijn bed te gaan. Maar goed, het was een gezellige avond, dus... Ik heb er graag voor over om dan even een half uurtje minder te slapen. Oké, 11:15, dus het valt mee. Ik ga lekker mijn bedje in. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je nog niet geabonneerd, klik je onder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!